Ook Sam Asghari, de partner van Britney Spears, heeft zijn steun uitgesproken aan de zangeres na het zien van de documentaire Framing Britney Spears. Ik heb altijd alleen het beste voor mijn wederhelft gewild en zal haar altijd blijven steunen in haar dromen en haar toekomst, vertelt hij aan People magazine. Tekst gaat verder onder advertentie: ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ze krijgt van haar fans over de hele wereld. En ik kijk uit naar een normale, geweldige toekomst samen, vervolgt de 27-jarige personal trainer. Het stel heeft sinds 2016 een relatie. Een flinke groep fans van Britney vindt al jaren dat de zangeres in een vorm van gevangenschap leeft en voert campagne met de hashtag #FreeBritney. Dat is omdat ze al sinds 2008 onder curatele van haar eigen vader staat. De fans hebben er inmiddels beroemde aanhangers bij. Sarah Jessica Parker twitterde de hashtag, evenals Bette Midler, Jesse Tyler Ferguson, Vanessa Carlton en Andy Cohen. Verscheidene Hollywoodsterren spraken ook al hun steun aan Spears uit na het zien van de documentaire. Het programma, een uitzending van een docuserie van de New York Times, kijkt terug op het leven van de zangeres, haar mentale problemen, de manier waarop de media haar behandeld hebben en de curatele waar ze onder staat. Dus let's block ADS.